Je zet je tegenstander op het verkeerde been. En daarna, boem, ben je weg. Dus zorg ervoor dat je hem zo landt, dat je daarna met kracht weg kan gaan met je buitenkant. Elke jonge voetballer droomt om net zo goed te kunnen voetballen als Messi, Ronaldo, Mbappé en Neymar. Bij voetbalschool New Heroes in Den Helder traint Erwin Asselman kinderen om een goede voetballer te worden met focus op techniek en 1-tegen-1 duels. Staan hier bij jouw project New Heroes? Wat houdt het in? Nou ja, het is eigenlijk gewoon simpel. Het is een voetbalschool. We proberen kinderen in een uur tijd lekker te trainen. En waarbij we eigenlijk inzetten op de 1-tegen-1. Dat is een beetje onze filosofie. Dus daarvoor doe je ook natuurlijk wel dribbeloefeningetjes en andere techniekoefeningetjes. Maar we doen heel veel 1-tegen-1 en daarna ook 2-tegen-2 in allerlei vormen. Om te zorgen dat de kinderen heel intensief trainen. Maar ook wel daardoor goed worden in 1-tegen-1. Omdat we vinden dat je daardoor eigenlijk het verschil op het veld maakt. En dat zijn uiteindelijk ook de spelers waarvoor je naar het stadion gaat. En die willen proberen op te leiden. En wie kunnen er allemaal aan meedoen? Nou ja, eigenlijk is het toegankelijk voor iedereen. Of je heel goed kan voetballen of minder goed kan voetballen. We proberen wel goed in te delen op niveau. Zodat er eigenlijk wel in elke les voldoende uitdaging zit voor iedereen. Maar dat komt meestal allemaal goed. Dus dat lukt. Kom op, Mels. Snel voetenwerk. Goed zo. Ga door. Zet hem op het verkeerde been. Matty moet niet weten welke kant je op gaat. Kom je, Noah. Fadi mag niet weten welke kant je op gaat. Ja, je bent nu net een paar weken bezig. Hoeveel leden heb je al? Ja, we zitten nu op iets van 50 kinderen die hier komen trainen. Dus dat is goed. Jongens, hoe was de training vandaag? Leuk. Ja, wat vonden jullie het leukste van de training? Partijtje. Ik vond het basketbal het leukste. En zitten jullie zelf al op voetbal, of niet? Ja. Samen ook. En hoe lang zit jullie op voetbal? Iets van 1 jaar. Want je doet nu extra training. Waarom is het zo leuk om dit te doen? Omdat we het heel leuk vinden. Ja? Ja. En waar kan je echt nog in verbeteren? Wat denk je van, daar kan ik beter in worden? Dat ballenspel wel. Ja? Bij mij ook. En heb je nog plannen om in de toekomst wat uit te gaan breiden? Nou ja, we hebben wel nu een natuurlijke vorm van groei. Dus we krijgen heel veel aanmeldingen. Dus we moeten zien hoe we dat oplossen. En hoe we dat eigenlijk kunnen faciliteren. Omdat we het op deze locatie doen. Dus we moeten maar zien waar het kan stoppen.